van Ala After Party. Lekker carnavalsplaatje zeg op deze speciale editie van Nim voor de Weekend. Carnavalseditie van 22 februari 2020. Woe! Dankjewel voor deze aankondiging die ik zelf deed. Ik zou nog even een andere aankondiging doen. Het is even proberen trouwens hoor, want ik weet trouwens technisch misschien ook helemaal niet of dit kan. Maar ik denk het wel inderdaad. We gaan een nieuw item doen. Een nieuw spelletje. Ik wil even de nadruk op leggen dat jij het hebt bedacht. Ja, ik heb bedacht inderdaad. Als het goed uitpakt, heb ik het bedacht. Ik krijg ook een patent erop. Hoe zullen we het gaan noemen? De drie woorden. De kindertelefoon, weet ik wel. We bedenken later nog wel een naam. We gaan eerst kijken hoe het uitpakt. Is goed. De bedoeling is dus... ik ga bijna van mijn stoel af. Wacht. Nu al. Oh, ja, helemaal af. Helemaal stoppen daar. Oké, de bedoeling van het spel is dat... Gara, jij bent ons gast vandaag. Ja. Wij gaan namelijk iemand bellen. En wanneer diegene opneemt, dan trekken wij ons terug. Dan zijn wij niet meer te horen. Dan is het geheel aan jou wat er gebeurt op de radio. En diegene die wij bellen, die weet van niets. Jij belt met een onderwerp, met een gebeurtenis. En... daaruit moet degene die je aan de telefoon hebt drie woorden noemen. En jij mag ze niet noemen. Ja, dus, is goed. Het onderwerp moet je iets gaan doen waardoor degene aan de telefoon die drie woorden zegt. Zijn de drie woorden genoemd, komen wij er weer in met een enorm kabaal dat diegene denkt van, hè, wat is dit? Oké. Okay. Ja? Ja. Ik heb een aantal nummertjes, zo, dat zei ik niet. Ik heb een aantal nummers heb ik hier opgeschreven. Rik, niet op je telefoon. Ja, even. Nou, weet je wat heel leuk is? Even te gauw tussendoor. Ja, ja, is goed. Wat? ik zit op mijn telefoon, want ik kreeg net een berichtje van Miss Maggie. Je weet oh, wel. Oh ja, Miss Maggie. Ja, tuurlijk. En die zag die foto van ons net in ons kostuum en die wil een duet met me doen. Oh, wat duet? Leuk. Ga je het doen? Of, Ja, tuurlijk. Ja. Oké, zullen we maar gewoon even beginnen voordat het super lang gaat duren? Maar wat zijn die drie woorden? Oh ja, dat is... Ja. Heb je een draaibuk die voor je? Jawel. Het onderwerp is... Oh, ben jij het doen, Rick? Jij hebt hem ook voor je. Of moet ik het gaan doen? Oh, nee, die is jouw idee. Kom op. Okay. Het onderwerp is jouw carnavalswagen geraakt. Die is door de storm uit elkaar gevallen. En jij kan met je carnavalsgroep, want je zit al met de groep zo'n wagen, geen onderdak vinden. Onderdak? Ja, hij is uit elkaar gevallen, optocht gaat niet door, allemaal oneenigheid en zo. Weet je wat we doen? We gaan even gouden wisseltruc doen. Als jij hier komt zitten, heb je het voor je staan. Oké, okay, oh ja, dat is ook goed. Ik zal mijn vies lager zetten voor je, anders kun je er echt nooit bij. Hoppatee. Ah, ja, pak je nog even wat bier? Oké, okay, ja. En, zit je? Nee. Nee? Nu wel. Welkom op de grote stoel van Rick. Dus weet je nog wat er aan de hand is? De situatie? Ja, de carnavalswagen is door de storm uit elkaar gevallen en wij kunnen als groep geen onderdak krijgen. Ja, en de drie woorden die gezegd moeten worden door de tegenpartij zijn... dronken, tapijt en Geert Wilders. Jezus. Nee, Geert Wilders. Nee, maar echt. Hetzelfde? Dronken, tapijt en Geert Wilders. Oké. Okay. Even kijken. Ja. Ik ga nu bellen. Het eerste nummer is een cafetaria uit Wiegen. Oké. Okay. Even kijken. Rick, jij moet even dit... Ik vind het wel spannend hoor. Ik ook. Oké. Okay. Het nummer wordt ingetoetst. Hij gaat over. Dat is wel leuk. Hij gaat nog een keer over. Oh. Als hij opneemt, hij trekt hij ons terug. Oh, wacht. Dan gaat iets misgelopen. Ze zijn gesloten vandaag. Nee, dat is... Snack maar het vette randje. Okay, wacht. Dan doen we het even nog een keer. Theo. Hey, kunnen wij ondertussen ons carnavalshit even zingen? Wel carnavalshit? Al moet ik super. Ja, vals, ik kan toch niet. Dus, Begin jij maar. Noem me een zatlap, een zuipzuid. Noem dat is maar één keer per jaar. Oh, drankorgel. Een drankorgel. Dat is maar één keer per jaar. Oh, ben je er al? Nee. Godsamme. Maar je kunt toch even, je kunt hem toch een nummer, ik weet niet of je dat al doet hoor, maar een nummer draaien. En op het moment dat hij overgaat, gauw doorzetten. Ja, ik ga het even proberen. Ja? Even nog een stukje zingen. Theo, je stikt naar carnaval en spuit met Deo. Gerrit tolk heel het jaar al naar Cafeo. Die ken ik niet. Je is net geweest. Oh. Zat je te slapen? Ja. Of lag je er al af? Ja, dat laatste. Ik vind het trouwens ook wel heel dubieus. Bijna hetzelfde, maar toch net niet. Twee glaasjes. Nee, ik vond onze carnavalshit mooier. Ja. Ja. Waarom werkt het niet? Ik denk dat we...
iets beter hadden moeten voorbereiden. Nee, maar dat kan helemaal niet, want dit moet live. Ja, maar in, voorbereiden in de zin van oefenen. Oh, oefenen. Had gekund, inderdaad. Zullen we gewoon even plaatje draaien en kijken eventjes wat we ervan kunnen maken? Ja, is goed. Hey, Hardstyles! Terug voor nooit weg geweest! We zijn onze eigen graf aan het graven hiermee, hè? Ja, met wat is echt de item van net, dat lukte niet helemaal. De bedoeling is dus dat jij gaat, tenminste als je nu net luistert en de radio aanzet, die denkt wat luister ik naar. De Carnaval Special van Him for the Weekend, daar luister je naar. Ik kom even tussendoor. Maar we zijn een spelletje bezig. Ik heb de naam de drie woorden gegeven. Degene die we gaan bellen, die moet drie woorden zeggen. Jij weet niet dat wij bellen. En het gaat over een onderwerp. Het onderwerp is je carnavalswagen stuk gegaan en je moet onderdak hebben. En de drie woorden zijn, wat waren ze ook alweer? Even kijken. Dronken, tapijt en Geert Wilders. Dat waren de drie woorden. We gaan een collega bellen. Jij kent haar niet heel goed, toch? Dus op zich... Dat is op zich altijd wel, toch? Ja, ik denk dat ze mijn stem niet per se herkent. Kun je misschien een klein beetje een ander stemmetje opzetten? Ja, kun je even... wel gezegd. Even een typetje bedenken. Ja, oké, wacht. Dan moet ik even over Esmeralda. Nadenken. Esmeralda. Je bent een beetje een Brabants kutje. Gewoon. Ja, Esmeralda ligt wel heel dik bovenop. Esmeralda. Ja, ligt er elke nacht heel dik bovenop, maar... Wat doe je dan? Doe wel gewoon een stemmetje, gewoon een beetje van... weet ik. Gratis. Nee. Renate. Ja, Renate. Renate. Is goed, Renate. Ja. Ja? Oké. Ga je bellen? Ja, ik ga bellen. Ja, doe ze er maar in. Ja. Jij gaat trouwens... Ik heb net trouwens... Als je wel bent blijven luisteren, wat ik niet kan begrijpen... dan heb ik net geprobeerd dat nummer te bellen. En dat is niet gelukt. Maar gaat die over? Wacht, ik zet hem ook op de luidspreker. Oké, want wij trekken ons gewoon terug aan Rick hieruit. Wij doen niet mee. Ja. Oké. Gaat die over? Ja, maar hij heeft die sterretjes weggehaald. Nee, dat is goed. Oh, je moet hem wel bij de microfoon houden. Ja. Oeh, spannend. Hallo? Neem na de toon. Oh, mijn jongen. Voor is meer op jij. Wat de f*** is dit nou weer, joh? Even nog eentje, nog één keer dan. Nog één keer proberen? Ja, of dat andere nummer dan. Nou, doe eerst nog deze één keer. Ja, oké. Okay. Ja. Ja? Ja. Zo. Hey, Wat de fuck is dit? Hoe kan dit nou weer? Het kan toch helemaal niet? Ja, nee, maar ik weet dat er mis is gegaan, want jij zei een sterretje en het moet hekje zijn. Ik heb twee hekjes toch wel gedaan. Oh, dan heeft Miguel het verkeerd gedaan. Nee, dat is... ik heb echt hekjes gedaan. Hi, Sasha. Hi. Hoi. Hi, hoe is het? Hoe is het nou? Ja, goed met jullie. Zit je een beetje op carnaval vier? Ja, trouwens, als je luistert, nu mensen geen idee wat het is. Sasha is een collega van ons, televisie. Grote vrouw in de tv-wereld. Hi. Hallo. Yo, ik vind het echt... Wat zijn jullie aan het doen? Ja, nee, we wilden dus eigenlijk een spelletje met je doen, maar dit werkt niet. Zullen we gewoon kappen hiermee? Ik heb hier geen zin meer in. Ja, is goed. Even nog sorry, een... Sasha. Doei. Hang maar op. Doei. Yo, hi. Doei. So drink from me, drink from me. Let me show the pride.